Schilder Philippe van den Berg breekt met zijn abstract verleden. Agressieve, figuratieve beelden uit de wereld van vandaag bevolken nu zijn felgekleurde doeken. Beulen, hespen, dictators. Schilderijen die voor zichzelf spreken. Philippe van den Berg in de Forumgalerij in Oostende tot 1 juli. En tot slot nog dit. Morgen 10 mei is het 50 jaar geleden dat de